Bijna 1400 leerlingen in Nederland deden dit jaar mee met de nationale kenniswedstrijd. Ook in Brabant was de belangstelling groot. De collegezalen van de universiteiten in Tilburg en Eindhoven zaten vol. Maar de toptoets kon je ook maken op je eigen basisschool, zoals op de Horizon in Asten. Taak 1, rekenen. 70 minuten de tijd. Heel veel succes. 35 rekensommen, 80 taalopgaven en 30 vragen wereldoriëntatie. Hoe ging het? Ja, de toptoets viel eigenlijk wel mee. De taal vond ik nog wel wat moeilijker. Toen hadden we een half uur voor 80 vragen. En dat was op zich best wel kort. Kan je een vraag aan de kijkers geven waar ze mee kunnen puzzelen? Ja, ik denk het wel. Jesse en Sven lopen samen een wedstrijd. Na 6 minuten heeft Jesse precies 3 rondjes gelopen. Sven ligt dan 50 meter achter. Hoeveel kilometer per uur heeft Sven gemiddeld langzamer gelopen dan Jesse? De beste 25 deelnemers gaan in juni door naar de finale in Den Haag. En de uiteindelijke winnaar krijgt een beurs van 2500 euro. Maar dat zijn zorgen voor later. Eerst maar eens genieten van het prachtige weer.